soepele tred. Was eigenlijk hij met de bassen die een soepele tred op naar een kijk van de kloval. Dat is toch wel 10 seconden denk ik hoor. Il Falco Vola zal er morgen in de krant staan. De valk vliegt. Ja. Wat een etappe. Hier opnieuw zo'n smalle passage. En eens hierdoor zitten we opnieuw met stukken van 16-17% afdaling. De valk is zijn meest bekende bijnaam voor Savoldelli. Maar hij wordt ook wel eens kamikaze genoemd. Het moet zijn dat hij meer risico's durft nemen dan de anderen. In elk geval meer dan deze drie. Dat maakt hij ook een goede klimmer, hè? Daler bedoel ik. Eerste bergrit en grote ambiance. Dat belooft voor de komende dagen. Ja. Morgen misschien niet direct, maar vanaf zaterdag. Ja, de rit naar Ortisei met 4 beklimmingen onderweg en de slotklim naar Ortisei Zandt-Ulrich dus. En dan zondag de etappe over de legendarische Stelvio met aankomst in Livigno. En Savoldelli op 10 kilometer van de streep. Dus nog een kleine 2 kilometer afdalen en dan gaan we weer klimmen. En het is direct klimmen hoor. Het is niet zo dat ze even een aanloop krijgen. Na 500 meter gaan ze al terug naar stukken van 10%. Simoni, Di Luca en Basso met kleine achterstand in de dorpjes daar. Met aparte namen zoals Routerbol, Fusine, Pianas, Pekkel. En Savoldelli rijdt zo snel dat hij amper de straatnamen kan lezen. We komen nu Dont binnen. Eens kijken hoe je die bocht hier doorkomt. Oef. Ja, corrigeren, makkelijk. Tuurlijk. En Di Luca lost denk ik van de andere twee nu. Nou, lossen is niet het woord, het is gewoon een veiligheidsmarge inbouwen. Savoldelli kan met een bonus beginnen aan de slotklim. Maar het is niet spectaculair. Nee, het is niet spectaculair, maar het is nog 10 seconden, denk ik. Hier begint hij aan links. Ja, hier draait hij de grote weg op en begint zo meteen daar onder dat spandoek. De klim naar het Zolder Alto. Daar rechts zag u het bordje. 8 kilometer en 700 meter per hop, gemiddeld bijna 7%, maximaal 11. 600 meter hoogteverschil overwinnen en dan zijn ze nu beneden op 20 seconden. Dat 20 seconden. Een mooie kloof, 20 seconden. Zeker als je de situatie van daarnet verrekent. Dus Savoldelli met een bonus van 20 seconden aan de slotklim begonnen. Hoe lang blijft Di Luca daar nu nog aan hangen? En je ziet Simoni gaat direct van kant. Zegt tegen Basso, kom aan man. Jij bent de beste klimmer, doe jij het maar. Paolo Savoldelli. De Giro-winnaar van 2002. De vraag is natuurlijk naar die inspanning. Want dat is een inspanning dat je levert in die afdaling nu. Het is niet meer recupereren. Hoe vlug hij terug in zijn cadans zal zitten als klimmer natuurlijk. Het is toch een mooie kloof hoor. Ja. En die Basso direct die het heft in handen moet nemen. Ja. En die Luca ziet nu ongetwijfeld peren. Ja. 8 kilometer tot de streep voor Paolo Savoldelli. Savoldelli die dit jaar nog zijn sleutelbeen brak. En kijk naar de versnelling bij Basso. Ja, moeten nu toen ook zitten op de steilste stukken van de klim. Het is in het begin dat het heel stijl is en dan op het einde opnieuw. Die Luca eraf. Ja, ook Simoni plooit. Ook Simoni plooit. Ja. Di Luca moet later rijden. De roze trui onmiddellijk in de problemen op die slotklim. En kan Simoni dat gaatje nog dicht krijgen? Als hij dit kan overleven, het stijfste stuk van de klim, 11-12% Simoni, dan geef ik hem een kans om opnieuw te kunnen dichterbij sluipen. En je ziet... We zagen een flits van de achtervolging met Sella en Scarponi. Dat is al een serieus kloofje nu voor Di Luca.
Hij gaat toch nog serieus wat tijd verliezen, vrees ik. Ja, ik denk dat het verstandig is van die Luca om nu gewoon zijn tempo te volgen. En hier gaat het om de eindzege. Het is heel vroeg natuurlijk. Maar kijk, Savoldelli krijgt geen meter ruimte van Basso. Mag ook niet. Hij voelt hem komen. Ja, daar is hij. En Simoni hangt daar nu op 10 meter. Niet van plan om ook maar een meter prijs te geven, maar hij heeft Basso moeten laten gaan. Ja, dat is al meer dan een paar fietslengten nu. Hè. Beklijvende etappe. Simoni die het debat opende. Basso die riposteerde. Savoldelli die in de afdaling overnam. Basso die nu de zaak gaat rechtzetten in het begin van de klim. Maar Savoldelli blijft er toch nog steeds met een mooie kloof, hoor. Je ziet. En Simoni geeft niet op. Verliest. Een metertje per metertje. Maar is echt niet veel, hoor. Beenhard. Nu is het echt een gelijklopende klim tot 2 kilometer van de top. Dan wordt het opnieuw heel bochtig en toch nog wel iets weer steiler. Ziet er niet goed uit voor Lampre Cafita. Cunego in dikke problemen. Op meer dan 3 minuten boven gekomen op de Passo Duran. En Simoni kan ook Basso niet meer volgen. Ik denk dat ploegleider Martinelli bij Lampre Cafita in zijn weinige haren zal krabben. We waren met z'n tweeën om aan te vallen, zei Martinelli voor de rit. Wel, Basso is hem voor. Er was er maar eentje die kon aanvallen, dat was Simoni. Ja. En dan is het moeilijk, hè. Krijgen we dan een ander duel. Savoldelli tegen Basso. Ja, zo ziet het er naar uit, inderdaad. Savoldelli die in januari nog zijn sleutelbeen brak. Op 3 plaatsen. Die in Parijs-Nice compleet anoniem in het peloton meereed. 7 kilometer van de top en daar is Basso al. Basso sluipt ook dichterbij. Savoldelli heeft deze etappe ook uitgebreid verkend. Deed dat de week voor de ronde van Romandie. Toen kwam hij een kijkje nemen naar de Duran. De verkenning van de Stelvio, waar we dus zondag overrijden, dat ging de mist in. Er was te veel mist. Ja. Basso rijdt er naartoe. En wat doet Simoni? Daar komt hij ook. Toch knap, hoor. Ja, maar je ziet het verschil. Hij buigt, maar breekt niet. Hij rijdt toch 2 tandjes groter dan de andere, hoor. Savoldelli. Savoldelli ziet peddelen en Basso ziet peddelen. Soepele tred. Ja. En Simoni op karakter terug naar dat wiel van Basso. Ja, het is een gelijklopende klim nu. Dat maakt dat de mensen die een tandje groter kunnen rijden hun voordeel kunnen uithalen. Maar straks op de laatste 2 kilometer opnieuw toch wat trein zullen moeten prijsgeven, denk ik. Savoldelli kijkt achterom. Dat en Basso zit vlakbij. Hier is hij. Nu bijna in het wiel. Ivan de Verschrikkelijke. Stil zijn een beetje van een grimas op het gezicht. Ja. Mag wel, maar zoveel kilometer klimmen. Tuurlijk. En ja, daar is ook Simoni. Djibo de Great. Hij heeft de boxmatch in eigen ploeg tegen Cunego de Kid in elk geval gewonnen. Cunego die op 4 minuten en 10 seconden wordt gemeld. En Basso die in het wiel bij Savoldelli blijft zodanig dat... In dat groepje bij Cunego zit ook Arcelli. Dus ook op 4 en 10 gemeld. De groep met Ardila en Van Nuffel wordt op 1.40 gemeld. Ja, ze krijgen een halve minuut rondgenomen in de afdaling alleen. En dat komt allemaal door die kamikaze Savoldelli. Hier zit hij ver achterin. Brand zit daar ook in dat groepje bij Gil. Ja. Cunego, Garcelli. Er zijn tanden aan het stuk bijten, precies. En Simon, ja, dat zou moeilijk worden voor Simoni als Basso nu overneemt. Dit is pure koerspropaganda, deze etappe. Dat is knokken, hoor. 3 rijders opnieuw, dames en heren. Basso, Savoldelli, Simoni. En als het er zo, zoals het er nu naar uitziet, gaan we die 3 mannen ook de eerste 3 in het klassement worden. De Luca is zijn roze trui kwijt. Wat worden de verschillen? Hoe ver die Luca zal achter zijn. Dat is de enige man die nu nog tussen de 3 kan komen, denk ik, in het voorlopige klassement. En na die
razende afdaling heeft Basso de zaak hersteld. En bewonderenswaardig wat Simoni doet, de Giro-winnaar van 2003 en 2001. Hij blijft hier toch mooi verstandig zijn eigen tempo rijden. Ja. Soepel. Niet krampachtig. Maar in elk geval, hij is op weg om er een Giro van te maken, die Luca, à la Argentin in de jaren 90. Kan een top 5 rijden. Argentin die ooit derde werd in de Giro. Een beetje ook à la Jalabert, die vierde werd in de Giro einde jaren 90. Ja. 6 kilometer tot de top. En wat krijgen we nog als je die laatste kilometers analyseert, Hans, op papier? Op papier krijgen we nu stukken van 8-9%, zoals ik net al aanhaalde. Zit op een iets vlakke stuk, zoals je ook wel kunt zien, nu van 4%. Maar dan, dat is maar voor een goede kilometer, hoor. Daarna gaan we opnieuw naar 8-9%. En dan net voor de laatste 2 kilometer hebben we een stuk van een goede kilometer aan 1-2%. Om dan de laatste 2 kilometers opnieuw uit te snijden met percentages van 8 en 9. Di Luca op 25 seconden van ons koptrio. Nog altijd bijzonder knap wat Di Luca doet. En hier zitten we bij de grote geklopte van de dag. De kleine reiger. Nou, als Di Luca zich daar kan handhaven, dan zit het er dik in dat hij nog constant tweede blijft in het klassement. Absoluut, want Di Luca heeft in het klassement dik 2 minuten voorsprong op Simoni. En Savoldelli, die volgt op 35 seconden van Di Luca. Dus, tuurlijk denk ik dat ze straks ook nog zullen aanvallen voor de rit. En dat Di Luca in de laatste 2 kilometer nog wel een beetje terrein zal moeten prijsgeven, hoor. De situatie. Hier ons koptrio. Basso die vraagt om steun bij Savoldelli en Simoni. Een voorsprong op Di Luca 25 seconden. Dan Rugano op 55 seconden. De killer is zeker nog niet dood hier. Nee, zeker niet. Houdt ook steeds een mooie soepele tred. 25 seconden, dan is hij zijn roze trui nog maar kwijt met een tiental seconden. Ja, maar er zijn ook bonificaties straks en dat wordt dan moeilijk. 5 kilometer nog. Ja, hij is zijn trui zeker kwijt, maar kan nog, hij zal volgens mij zeker nog top 3 staan. Ja, en want je weet maar nooit wat hier gaat gebeuren. Stel nu dat ze hier op een bepaald moment beginnen speculeren. Dat denk ik niet. Hè? Ik denk in de laatste 2 kilometer zijn zo lastig dat Basso nog wel even zal aanvallen. Hoor. Basso gaat voor Rozen en ook voor het, denk ik nu. Want vergeet niet, Simoni staat op 2-11 van Di Luca. Dus dat maakt dat voorlopig Di Luca zeker top 3 blijft. Alle praat vooraf is praat voor de vaak gebleven. Er wordt alleen maar gesproken met de pedalen in deze Giro. Zag je die wind stoten? Ja. Tegen de mannen van Cunego daar op de tweede man. Redden wat er te redden valt. Cunego moet zijn meerdere erkennen in deze Gilberto Simoni. Ja, binnen de ploeg toch. Dus Basso, Savoldelli, Simoni op kop met een 25-tal seconden voorsprong op Di Luca. Rugano op bijna een minuut is voorlopig vijfde. Dan een groepje op 1.48 met daarin Atienza, Caucchioli, Ardila, Van Uffel, Gonciar en Scarponi. Sella wordt op 2 minuten en 5 seconden gemeld. Maar wat een knappe prestatie van Wim Van Uffel. Rijdt hij nog altijd top 10 in de eerste grote bergrit van deze Giro. Heel knap. Heel knap. Ik heb hem ook vorig jaar in de Ronde van Oostenrijk al knap bergop zien rijden op de Glosnokken. Maar dat is hier nu toch nog wel van een heel ander niveau. Hoor. Ja, toen in die etappe de vierde rit in de Ronde van Oostenrijk werd hij achtste. Dat was een rit die Glomzer won. Ja. Maar wat hij hier nu te tonen spreekt, dat is echt de klasse. Zoals ik denk ik al een paar keer heb aangehaald, ook een man van de toekomst binnen dit en een drietal jaar. We hebben hem nog niet echt close in beeld gezien. Italianen zoeken natuurlijk de Italianen, maar Wim van Uffel lijkt mij liggen. De 26-jarige Belg is nog geen 26. Moet 26 worden op 28 mei tijdens deze Giro. Van Uffel, de Oost-Vlaming,
Dat is een beetje jammer. Met de klimrevelatie te worden van deze etappe.